Zijn broer. Oh ja, cool. Oh, je bent daar al. Correct. Ja, je moet straks wel op één punt in de DLC, daarom moet je even doorbijten. Ik snap niet waarom ze dat erin hebben gedaan, maar wat? Er komt daarna nooit meer voor. Kun je een hint geven? Tower Defense. Maar dat hebben we toch al aan het begin gedaan? Nee, ja, dat is het. Waar ben je eigenlijk? Leg maar even uit waar je bent. Volgens mij heb je het nog niet gedaan, want anders had je het wel gezegd. Ja, gewoon bij die Arcadia shit net geweest. Ah, oké. Okay. Nou, dan ben je er nog niet. Dat komt straks. Correct. Ja, het is zo fucking tedious, jongen. Het duurt gewoon zo... Ja, het is super saai. Dus het duurt gewoon fucking lang en niet een goede gevoel. Helemaal nergens op dat het er is. Ik ben zo'n murder investigation, dat doe ik dan zo van een robo brain. Oké. Great. Ik had trouwens hoe heet ze ook? Keith, die follower, die ken je wel toch? Ja, ik heb ze allemaal dus. Ja. Die ik doe gewoon een paar dingetjes pickpocketen en een deurtje lockpicken. Boom. Instant flirten, weet ik het allemaal wat. Ja, ze doet net alsof je ook iets heel veel voor de betekend hebt, omdat je wat shit gepickpocket hebt. Ja, klopt, ja. Was, maar ik heb natuurlijk die mot aan staan, dus dat het hartstikke snel gaat. Ja, en ik dan ook. Zegt ze zo van, maar... ja, dan zegt ze all the time we've been on the road together. Ik bedoel, 5 minuten geleden had ik je net opgehaald bij de comment zone. Nou zijn we in een huis waar ik een paar deurtjes kan pickpocketen. Weet je wat ik ook had? Ik deed in Sanctuary wat wapens modifyen, hè? En Garvey en Dance die liken dat heel erg. En Codsworth ook. Ik ga gewoon in de power armor iedere keer springen bij dingen. Ja, maar dat vindt Strong niet zo leuk. Waarom? Nee? Nee, Strong haat dat. Human not metal. Ofzo. Human not metal. Wat een scrub. Is dit een... Wat een latency, kijk deze man. Ik hoop dat dit geen... glitcher is. Zullen we zo wel zien, ik zal eens even op een vuur spelen. Nee, het ziet er wel legit uit. Deels, denk ik. Ja, ik had hem net ook een aantal keer, maar... Toen had hij volgens mij geen... Oh, Nieuwgenoot is hier. Gregorio is al een bekende hier. Oh boy, met dat schild. Die kerel is de hele tijd poisoned. Ik weet niet waarom hij dat leuk vindt. Oh nee, hij heeft de Symbol of Avarice op. Want het doet 10 damage. Poison is 8 of zo. Nou, weg toch? Ja, hij heeft hem uitgedaan. Hij had hem door dat het niet zo slim was. Ik ga naar beneden. Maar. Ik roep wel even Gregorio. Gregorio gebruikt die ring. Jongen, ja. Dat is gemeen. Ja, wist ik veel dat het een scrub was? Hij gebruikte Symbol of Avarice en had geen eens door dat ze naar Peda doorweg ging. Ja, misschien dacht hij van, ja jongens, wanneer, kom! We kunnen nu al Silver Knight doen, hoor. Ik ben niet echt bang voor hem. Oh my god, jongen, fucking Silver Knight. Probeerde hij me nou te reverse packs te hebben weer. Oh my fucking god. Schoen. Fucking Silver Knight, jongen. Ja, er is het om mij heen dus. Oh boy. We rijden maar weer voor op Scythe tryharding. Spant er hierheen.
Bon Bobo. Is Gregorio bij jou? Ja, waar blijf je? Ze zijn alle drie hier. Ja, weet ik. Ik was naar beneden geschoten. Ik ben er bijna. Ja, weet ik. Maar je had er toch al lang kunnen zijn. Waar is de... Nou, ben je alleen. Wat bedoel je? Ja, niet meer alleen. Oh. Is hij naar beneden? Ja, dan ga ik maar naar beneden. Kom. Hoe raakt me dat? Jongen, maar ze hebben echt fucking kut internet allemaal. Wat is dit? Ik ben naar beneden gesprongen. Ja. Daarna sprong was ik dood. Waar is Gregorio nou weer? Boven, denk ik. Ja. Ja, hij heeft ons nog niet naar beneden zien gaan. Ja, hij heeft een beetje latency volgens mij. Een beetje? Wat is Gregorio nou weer aan het doen? Ik weet geen eens waar hij is. Hij is dood. Wat een fucking random dude. Ik sta naar beneden gesprongen hier ook. En wie gooit er nou weer Dunpie? Waarschijnlijk AK. Red gooit de Dunpie. Oké, ik ga naar het begin. AK. Waar ben jij? Nou. Gregorio is weer niet de meest zelfbewuste van het stel. Nee, no. Zo irritant feit met dat schild. Oh, hij heeft in ieder geval weinig defense. Mijn zaken kreeg. Ik heb hem geparried en geripost. Ja, ik zweer, hoe was daar geen backstab op hem? Waarom doe ik gewoon een casual R1, jongen? Ja, ik heb alleen niet veel HP. Jongen, doe ik weer een backstab? Dan doe ik weer een backstab voor niks? Oh man, die gast. Kom op, gast. Dat... Nee, ja hoor. Niet gepakt dat nog weer. Gast, waarom raakt hij mij? Ah, ik kan helemaal niks, jongen. Wat me gek hier. Het is maar een spel, bro. Ik ben dood. Fuck dit. Een fucking R1 spammen heel de dag. Als die AK Crane aan safe gaat switchen, ga ik disconnect. Anders dan geef ik hem wel de winst. Miss Perry allebei de hele tijd.
Ik had AKK tearbroken en het enige wat hij doet is wegrennen. Hij had geen Estus meer, denk ik. En die andere kill al. Maar ja, dit zullen ze niet echt als overwinning zien, denk ik. Ik had volgens mij twee van hun sowieso al gedeplete van Estus. Ja, ik had zelf ook niks meer. Maar goed, als hij niet naar een safe switch, dan blijf ik er gewoon in. Dan geef ik hem die shit wel. Want hij speelde nu gewoon fair in ieder geval, AKK. Light did it. Ja. Ook gewoon niks kunnen slapen, hè, de laatste dag. Ik wou de hele tijd in bed, maar niks kunnen slapen. Oh, daar heb je mee. Wie? Ja. AKK. Oh. Ja, ik had net ook een redelijk, nou ja, 30, 40 minuten sessie met hem. Het zijn allemaal tryhard vandaag, hè? Jezus. Ja, toen ik het net even wilde door mij, man. Ja, deze AKK zag ik net niet. Maar. Hoe komt hij eruit? Fucking bitch, joh. Oh, hij is dood, oké. Okay. Ja, Thea is wel iets beter dan Gregorio, denk ik. Ja, maar ik killde hem er maar niet uit. Ja. Maar ik gewoon al het algemeen. Thanks, Giant. Oh. Je bent super helpful. Giant moet jouw killer niet hebben. Die gooit de dunk bij. Ik op hem. Dat ik gewoon casual even komt hij hier bij 111 komt hij lopen te onder. Ja. Fuck hem, hij gooit sowieso dunk bij. Nee, hij deed net niet. Fuck hem. Hij gooide net wel op het teamgenoot van ons, waarom? Ja, hij was een beetje confused net denk ik, want ik had hem bijna, maar ja, die fucking teamgenoot prikte hem net in de rug. Misschien had hij daar een idee. Maar jij mag wel dunkpij gooien, dat boeit mij. Oké. Ik ga hem wel klappen waarschijnlijk. Volgende keer als we hem summen, dan gelijk point down. Als hij ooit zo AKK kreeg, want soms legt hij zijn sign neer toch? Heel zeldzaam, maar. Of zitten er al drie?
Is dit Pombo? Ja. Yeah. Is die in de war? Oh, ik dacht even dat die red ging halen. Ja, dat is Pombo, oké. Okay. Ja, dan moet je ook met die dingen kunnen dan, ja. Dat ziet er echt grappig wat uit. Wat kunnen we nog meer doen? Nee, het is niet gelukt volgens mij. Of is dat dezelfde beweging? Nee, dat was, nee, dat was niet gelukt. Ja, nou wel. Dat vind ik toch zo grappig. Oh, we zijn met z'n drieën. Ja, toch wel, zie. Nu we check dit, jongen. No way, ja, die mis ik nu al. Grappig is, we hebben hem drie verschillende dagen of zo gezien, hè. Normaal dan komen die gewoon nooit meer terug. Dit is echt een noob. Poison? Wie gebruikt dat nou weer? Dit is echt zo'n scrub. Moest niet naar hem, maar oké. Dat heeft hij zelf gedaan, in feite dit. Ik snap echt niet waarom deze noob nog niet dood is. Waarom lok ik op hem, jongen? En weer lok ik op hem, terwijl ik niet eens naar hem kijk, hè? Twee dood. Oh, die andere is ook dood, zo te zien. Alles is dood. Fuck AKK-ray, jongen. Hij doet ren-attacks met die R1, met die R, met zijn slongsoort, weet je, een soort. En hij mist me twee keer en ik word gewoon geraakt. Ja, maar kijk, je moet eigenlijk geen dunkplan gooien zolang je geen scythe gebruikt, want dan encourage je hem. Als hij een scythe gebruikt, oké, okay, fuck it, gooi dan gewoon alle dunk. Nu gaat hij waarschijnlijk een scythe gebruiken door jouw dunkplan. Sowieso, maakt toch niet uit. Hij gaat dat toch gebruiken als hij desperate wordt. Maakt toch geen reet uit. En nou is hij waarschijnlijk. Misschien desperate. Kunnen we wel Silver Knights misschien. Ja, vooraan. Ik heb honger. Straks een kies, denk ik. Hmm. Ik denk nog een leuke film kijken straks of zo. Heb je een aanrader? Dat moet kort of lang. Doe maar max 3 uur. Doe Braveheart dan, die is 3 uur. Net iets minder volgens mij. Is net iets minder dan 3 uur. Wil, je gaat er geen spijt van hebben, dus. Nee, dat weet ik. Laddie. Hi, laddie. Ja, maar laddie. Dat zijn nep-Schotse accenten daarin. Tenminste, nee, er is één acteur erin die is echt Schots, maar de rest is allemaal nep-accenten. Ja, maar heb je wel eens zo'n video gezien van een echte Schotse kerel die Schots praat? Er is niks van te verstaan. Helemaal niks. Ja, maar dan heb je het echt over zo'n boerenaccent. Dat is nog ja. Standaard Schots is ook wel wat moeilijker te verstaan, maar je kan het wel verstaan. Waar is deze Silver Knight naartoe? Oh. Waar ben jij? Oh, hier. Yeah.
Hoeveel? Hey. Twee. Hi. Wat? Eén. Oh. Ik weet nog, toen ik hier zo'n fightclub met zo'n kerel ging doen hierboven. Toen laatst invade ik hem een keer en ik viel hem normaal en zei hij, you attack like a rat. Wat ben je hem aan? Ja, ik viel hem daarvoor niet aan, dus hij had verwacht dat ik hem nu zou helpen, maar ja. Oh ja, er zitten er drie, ja. Gaan we hier vechten? Wat? Nee. Ik denk dat beter naar beneden. Want ik denk dat die anderen beneden zitten. Weet je nog van eergisteren dat er daar zo iemand die spawnt op die dingen, op die archway, die rent naar beneden, springt naar beneden, denken dat er een ondergrond is, weet je wel. En hij valt in dat gat. Dat is geographical awareness. Oh ja, hij is de klapper. Ik joined net ook toen je dood was en ik deed niks. Doe die Symbol of Everest. Oh, nee, ik hoor ze. Oh ja, ik zie, hij zit daarboven. Met Ian is volgens mij constant geen teers aan. Ik weet niet hoe ik het voor elkaar kreeg om dat iedere keer te vergeten. Of wat dan ook, maar ik had het gewoon iedere keer. Je hebt het nu toch wel aan? Ja, ja. Ik heb dat zwart icoontje. Gokas lab. Gezellig. Correct. Ik had net ook met twee labs, die TH en nog een, die had ook lab. Oh nou, heel de tijd dat doen. Fucking afwachten, jongen. Nee. Hij wil niet echt vechten tegen ons, heb ik het idee. Kerel gebruikt alleen maar een dagger. Ja, een dagger. Maar hij gaat niet voor de backstabs ofzo. Oh, hij gaat er wel voor. Nice combo! De. Hoor je dan? Ja, alleen de host maakt dat geluid. Ik heb het idee. Ja, dan hoor je zo'n hitbox een seconde laten raken. Deze kerel heeft echt zulke internetproblemen. Echt een kutspel die hij daar heeft. Maar... Ja, waarschijnlijk. Ja, hij heeft wel heel weinig. Yep. Volgens mij is dat gewoon heal, weet je wel. Het is standaard heal. Standaard heal, die zo echt slecht is. Ja, wacht, ik zal eens even kijken in de spells welke heal dat zou kunnen zijn. Ja, je hebt. Nee, dat is geen great heal, want daar heb je 25 dingen voor nodig. En 65. Nee, dat is. Nee, het is. Of het is medium heal, maar dat is gewoon 15, weet je wel. Of het is gewoon heal. Ik denk dat het medium heal is. Ja, het is in ieder geval heel weinig wat hij hem geeft. Alle drie zo precies dezelfde armor aan, dat is echt belachelijk eigenlijk. Yep. Maar nog wel, ik had het net ook twee labs, ja, hij en nog een. Kei of zo, nog wat heet die. Kei? Correct, nee, niet die Kei. Nee, want het was kei 3 kei of zo. Nee, het was niet kei en dan allemaal cijfers.
Zoals een bepaalde kerel die ik kende vroeger. Volgens mij durfde die nooit wat. Volgens mij schoot hij alleen maar met een boog altijd, of niet? Ik weet niet, zou kunnen. Je had ook zo'n kerel K en dan allemaal cijfers, ken je die nog? Ja, ook ja. Ja, dat was een faggot, jongen. Ja, die zat de hele tijd met zijn crossbow een beetje te schieten en deed voor de rest helemaal niks. Hij durfde gewoon niks. Maar dan ook echt helemaal niks. Zitten er twee? Ja, geen... Wat? Wat gebeurde daar? Is hij dood? Hè? Oh, hij heeft een securing ring aangedaan, denk ik. Nee. Dat is heel raar, hij verdween ineens. Ja, klopt ja. Nice try. Oh god, hij heeft Shield of Wand aan. Ik val met mijn schild aan, hoor. Jongen. Dit is zo scrub. Kijk! Zie wat hij daar doet. Jongen, TA vindt het ook zielig. Maar ja, we zitten tegen drie man, dus dan kun je hem beter wel killen. Anders kun je wel wat spelen. Maar deze is volgens mij ook niet goed. Die arme scrub. Die was zo slecht. Heel tijd mijn Symbol of Average op gehad, jongen. Goeie casual imitatie. Yeah. Wat is dat, weet je, ik dacht zo na. Hoeveel HP heb ik? Nee, je bent, er staat bij damage 2400, 2500. Wat? 2500? Ja. Nou al? Ja. Ja, misschien omdat je een paar keer geraakt bent in de tussentijd. Oh ja, daar loop op, ja. Ja, dat telt erbij zeker. Ja, al zolang het continu blijft. Maar wat is nou de ideale casual set? Kijk die. Mooi hè? Nou, dat is helemaal mooi. Ja, ze doet er net voor staan. Denk je zo. Kijk, mijn skinny. Zmrsa. Ik heb heel wat tijd de Sun Princess ring te spammen. Komt er maar heel langzaam bij, 1200. Dat gaat iedereen 10 af natuurlijk. Hoeveel heb ik nou? 3100 kwijt. Vraag me af of hun dat ook is. Waarschijnlijk. Ze komen naar binnen. 3100! Een hacker! Casuals zijn. Dan zouden ze dat kunnen denken. Je zit toch nou mijn HP bar, weet je wel. Dus dan denken, 3100 is er maar een klein beetje vanaf. Oh, dus deze is casual van net. Ja, die killde ik met twee weapon arts van mijn followers saber. Of is het de verkeerde waar ik het over heb? Nee, die hadden we net ook. Fallen Knight Armor. Dat is ook een van die casual kenmerken trouwens. Wauw, die had daar gewoon... Hoe raak ik hem nou weer niet? Ik kan het moeilijk zien met die doos op me. Oh, er is er nog een! Nee. Dacht ik al.
Ja. Hoe raakt dat mij nou weer achter hem, jongen? Pussy move. Ik moet nu toch wel wat proberen. Maar hoe hij denkt, ik ga de farol doen. Beetje laat daarvoor. Ja, twee van die dingen net waren echt scrubs, want je zegt al van tryhards, maar hier hadden we toch wel weer wat scrubs, hè? Ja, noem. Weet je, ik zag wat video's, ik heb gisteren nog veel video's gekeken, want ik kon toch niks doen, van dingen, van Dark Souls in de vroegere dagen, hè? Mm-hmm. En wat een scrubs, jongen. Ja. Het is moeilijk voor te stellen. Maar dat het kaart geëvolueerd is, hè? Ja, maar er was zo'n kerel dan die... Achter ons. Was zo'n kerel? Ja, die deed constant zijn parry nadat hij eerst met zijn schild ze een keer blokt. En ja. En hij deed dat dus bij een paar van die kerels in Irithyll Dungeon de hele tijd. Die waren nog overleveld ook. En... Ja, wat deden ze? Ze waren met Dark Sword en zo R1 spammen. En ze worden zo vaak gekild door zijn parry en zijn... Omdat ze gewoon R1 blijven spammen. En wat doen ze daarna nadat ze gekild zijn? Weer R1 blijven spammen. Ze hebben ook niet door dat je beter maar twee keer kan slaan, weet je? En dat je dan beter kan stoppen. Ja, ze denken van, oh, dat is lucky. Maar nee. Ja, het is gewoon gegarandeerd dat je de derde klap geparried wordt. Ik denk van ja, kijk, als iedereen zo speelt, dan is het niet moeilijk te parryen. Maar ja, je hebt dat soort scrubs nog wel hoor, maar weinig. Want dat was echt zo slecht, jongen. Echt zo slecht. Dit is Pancake Goodness. Die was toen vriendelijk naar ons toe. Ik had er nog bericht van een GG. Toen hadden we elkaar in elkaar aan het slaan, volgens mij met de vuist. Oh ja. Met de overdrive. Nee, dat was een andere keer, toen deden we het ook. Oké, het zijn er drie. Zo'n tryhard armor, jongen. Die fucking Mournhelm en dan. Wat? Hij parried me. En hij switched naar een dagger. Ik heb echt lief. Ik heb zoveel HP, hè. Ik heb echt veel HP. Achter je. Gaan we maar erin spelen. Jongen, rot toch op! Het is zonder pancakes. Gooi hem dood met twee keer vesten. Arme pancakes. Ja. Lekker een leven voor jou, hoor. Deze keer lagt, echt. Ja. Deze kerel denkt dat het een briljant idee is om drie keer achter elkaar met een ultra te slaan, ja. Dan ben je ten dode opgeschreven. Geef jij een applaus voor je supergoeie, hoe noem je dat ook alweer? Kom hier. Oh. Nou, dan zijn we... Dat was nuttig! Ja.
ik gaf hem even een applaus van wat een team effort het was. Om de hele tijd rond te lopen met een schildje en te gaan lopen backstabben, weet ik veel. Oh, is dat die kerel die met zijn dagger de hele tijd? Ja. Oh ja, die faggot. Ja, die kerel voegt niet echt veel toe, nee. Maar hij denkt, als ik een keer die lucky backstab krijg, jongen. Oh, ben je de lul, ben je de lul. Ja, dan... switch ik naar mijn Gundyr Charge. Nee, ik denk niet dat hij dat doet, eerlijk gezegd. Nee, schat. Hij wilde die achter je rennen met die backstab. Ja, ik snap het. Ja, kom op, jongen. Dat was gewoon goed. Nice, ja, nice, nice try. Is dat Ian's of zo? Ian's met dat wapen? Herald achter je. Nou. Ik wist niet dat jij. Ik heb laatst een Herald geparried. Dat voelt wel goed. Het wapen. Moet je niet gaan lopen kutten en een boom kutten animatie dingen doen? Gefeliciteerd, dit is wat je krijgt. 111, yes! Lekker voor! Ook gebackstabbed. Ik ga wel even 111 doen. Jongen, die TX wil die deem backstab, dan doet hij een gesture en dan wordt hij gebackstabbed door mij. Yeah. Ja, hij was nogal fond of gestures doen. Ja. Maar je moet niet overdrijven. Hoe lang is deze sessie? Weet niet. Ja, goed zo. Ik dacht even dat die er... Waarschijnlijk yes. Half uur maximaal. Star-Lord. Is dat niet van die Marvel shit? Ja. Is zeg maar je PSN Marvel shit vernoemen. Wat? Wat? Oh, omdat hij hem ook gebruikt. Daar heb je iemand die hem ook gebruikt. Star-Lord. Ik heb die niet bij. Is dat een size? Ik ken hem niet. Ja, ik ga geen 1v1 doen, kerel. Wat weet ik wel. Oké. We hebben split leaf. Wat gaat hij doen? Hij gaat die mad aanvallen. Stamina regen nodig met het water, jongen. Hoe parry je? Lady dish, you filthy casual. Dat was eigenlijk wel overkill, maar oké. Okay. Ja, maar het was niet een complete scrub, zag ik aan sommige dingen die hij deed. Oh yes! Ik hit een L2-R2 van mijn fucking dingen. Oh, hij wordt daar helemaal vernietigd, jongen. Tijd voor de sidebagger. Ja, maar ik denk niet dat het pro is. Nou, guess we'll never know. Hij viel ook die mad gelijk aan. Hij wou weer bij ons horen. Ja, ik dacht, oh, van de mad krijg ik ook mijn buit. Nee, dat geldt alleen als je de mad zelf bent. Hebben we die Silver Knight al gekregen? Ja.
Ja. Wat? Boeien. Kan ik zo testen voor je? Ja, ze zijn dood. Net ook toen die sessie geëindigd was, toen probeerde ik 3 man te summonen, 3 keer enable, timed out. Dus de werelden worden in de taal timed out op en toe. Wie ben ik? Ja, de hoed, de helm. Ja, maar ik weet niet, draagt hij die hoed? Lorien. Lorien? Ja, Lorien, helm. Deze. Ja, no way with cats. Oh, je vriend. Ja, tijd voor Bugfly. Heeft hij zelf van mij? Als hij dat doet, dan krijgt hij echt een Dunkfly. Oh, er zijn er 3. Wat? Gebruikt hij nou? Hij gebruikt een ultra ook, hè? Ja, gebruikt ook. Ik denk dat ik niet lang kan. Oh, 2 ultra. Slim maar, ik had jammer kunnen reposten, maar ja. Nou, dat gaat lekker. Wacht, hoor. Serieus? We moeten mij ook hebben, hè? Hoe is dat raak, jongen? Ik Ik zweer het! Fucking latency, jongen! Ik durf te wedden dat ik op hun beeld helemaal achteraan loop. Of helemaal voorbij ze loop. Achter je. Die akkerkree moet echt jou hebben. Hoe was dat mis? Waar is de derde? Oh, die derde. Okay. Komt eraan. Die poison ze echt. Wat raakte mij? Ik ben de charge. Nee, absoluut niet, jongen. Ik was helemaal niet in de buurt. Iets anders raakte mij voordat ik gecharged werd. Achter je. Ja, oké, tuurlijk. Ja, jongen, die fucking Aldrich die lagt zo erg. Hij sloeg gewoon en ik sta niet eens bij hem. Wie? Oh my fuck. Oh, dat was die kerel met die zesters. Die laatste. Ja. Ik kon niks verzinnen. Wat zou je nou als top 3 wapens in dit spel zeggen? Ja, ik weet niet. Mensen kijken daarnaar. Je hebt 2 manieren daarnaar te kijken. PvP en PvE. Ja. PvP dan.
Oeh. Wat ben jij? Refill. Oh ja. Nee, ik ben niks kwijt. Kijk, je hebt geen twee van terug bij. Deze kerel is in de war. Nocebo. Er zit er nog een in volgens mij. Yep. Nee. Oh. Maar ja, zo te zien willen hun. Ja. Wow, wat? Hij cancelt zijn dingen. Dit is echt een scrub van een Leto swapper, jongen. Hij snapt echt niet hoe dat moet. Ik weet niet wat Tino dacht met zijn Leto swap, maar dat is dus hoe je het niet moet doen. Goeie les. En dat is waarom het ook handiger is om de Gundyr swap. Maar ja, ik weet ook niet waarom hij het deed. Normaal moet je moet je momenten uitkiezen dat je zoiets doet, weet je. En hij doet het gewoon zo random, ja. Ik snap echt niet wat Leto swap maar goed is. Dat ding heeft 60 strength nodig. Dat ook, ja, maar ja, dat zijn waarschijnlijk gewoon strength builds. 60 is best wel overdreven hoor. Ja, die level alleen strength, je hebt waarschijnlijk refine gems ofzo, of welke zijn dat die met strength levelen? Heavy. Hoe heavy dan? En niet op ladder natuurlijk, want dan kan dat niet op, maar... Je snel wat ik bedoel? Maar dat heeft niet zoveel, zo'n build is ook behoorlijk dom. Want ja, na 40 scaled het niet zo heel erg veel meer. Dus het is ja, dom eigenlijk, zo'n beeld. En waarom doe ik 60 strength? Ja, omdat ik wil Leto swappen. Terwijl als je gewoon 25 dexterity en 30 strength doet of zo, kun je Gundyr swappen, dat veel beter is, maar ja. Oh, 15 dexterity maar. Nee, ik snap niet waarom je zou Leto swappen in plaats van Gundyr swappen. Weet je nog toen dat zo irritant van als mensen dat deden, die Gundyr swap. Zo zielig. Trouwens, weet je wat me ook opvallen viel in Far Harbor? Vind je niet op dat die Valentine daar een iets andere stem heeft? Valentine zelf of Dima? Ja, het is dezelfde. Nee, Valentine. Het is dezelfde voice actor, maar hij, ja, zijn stem klinkt anders. Ik denk omdat dat natuurlijk met tijd te maken heeft. En, ja, maar zijn stem wordt anders na. Wanneer kwam de DLC? Een jaar daarna of twee jaar? Oh ja, goed. Hey. Maar er zit echt iets anders in zijn Far Harbor dialogue. The same night! They say the thieves broke into the Arcane University, stole the Elder Scroll all in the same night. En grappig is, toen ze het opnieuw deden, was het slechter. Jongen, is dat nou zo'n noob? Yep. Heeft hij? Wat is dat verschil? Ja, wat denk je? Shield of Wand.
is die noob zeker. Nee. Wie gooit daar een dunkbar? Oh, dat was Akakree! Ja, Akakree is gekund dit jaar. Oh, ik wist geen eens dat hij erin zat. Ja, maar dat is zo irritant. Hij denkt van, wat doen jullie? Ik ben jullie vriend! Nee, nee, nee. Hij was gewoon, kijk, hij snapte echt niet dat die ene invader die gebruikte zo'n ring, dat je of net als host eruit ziet. En hij dacht, ja. Oh, dat is de host! Ja, dat was het. Hij weet ook wel dat wij zijn vijand zijn, maar hij dacht dat dat ook zijn vijand was. Ja, want dan ziet hij toch die red tekst. Als je erop lokt, zie je gewoon een rode... Ja, maar dat snapt hij niet. Bro, hij is wit, dus het is een phantom. Of nee, hij was geen eens wit, hij was net als een host. Jouw kleur is offensive, you must die. Better dead than red. Red, ja. Als je het over de tekst hebt, tenminste. King. En nog iemand anders. Miyazaki zelf. Ja, maar die andere gast durft niks. Ik weet niet waar die is. Wat voor andere gast? Ja, die ene die dus... Hoe leeft die nog? Was. Ja, die is weggerend. Ja, dan moeten we het maar tegen hun twee doen, hè. Ja, dan gaan we eraan bezoeken. Ja, die komt toen... Oh, daar heb je hem. Oké. Die heeft zo'n houten hamer. Hammer. No buffing allowed. Het gevecht was al begonnen. Hij komt eerst naar ons toe en dan gaat hij buffen. Slag. Dat is, wat hoor ik? Wie? Dat is weinig damage! Oh, wacht. Ja, hij is dood. Gelijk weer. Heel gevaarlijk wat je daar deed. Nee, ik wou dat doen en daarna achter hem rollen voor de... Wauw. Backstab. Die fucking roll catching the kanker shiv ook, hè. Als je die eerste shiv had ontweken, dan had het alles oké geweest, want ik raakte hem daarna. Ja, met dat was weer kanker bullshit, want ik rolde gewoon goed weg. Oh boy, een Akakree. Ik moet zo eten, dus ik ga alvast stoppen. Correct. Ik moet toch mijn controller opladen, denk ik. Correct. Tot de volgende. Tot dan. Serieus.